Goedemorgen. Via Play wordt in maart 2022 gelanceerd op de Nederlandse markt. Ja, de Nordic Entertainment Group bevestigt dat tegenover stemwijze.nl. De Zweedse partij heeft de Formule 1-rechten voor de komende jaren gekocht. En dat betekent dus dat Ziggo Sport waarschijnlijk aan het einde van dit seizoen afscheid moet nemen van de Formule 1. Er zijn nog best wel veel vragen om Trends abonnement vormen, maar Nent weet in ieder geval te melden dat Viaplay vanaf maart 2022 beschikbaar is. Naast Formule 1 zal ook de Premier League, Darts en de Bundesliga naar het nieuwe platform gaan. We zijn hard aan het werk met de voorbereidingen van de lancering van Viaplay in maart, zo zegt de woordvoerder van Nent. Ja, de start van het Formule 1-seizoen is ook in maart en daarom is de lanceerdatum best wel begrijpelijk. We hebben altijd aangegeven dat ViaPlay wordt gelanceerd in het eerste kwartaal van 2022 en dat is nog steeds de belofte. Zo stelt de woordvoerder daarover. Onlangs werd bekend dat Amber Brandse de presentatie zal verzorgen tijdens de Formule 1-uitzendingen. Ja, wie er nog meer worden toegevoegd aan het team, dat is nog niet bekend ook nieuws uit het kamp van Alfa Romeo, want de renstal heeft laten weten door te gaan met reservecoureur Robert Kubica en ook de samenwerking met sponsor Orlen is verlengd. En bezoekers van de Grand Prix van België, je weet wel die Grand Prix die zo in het water viel, die moeten nog even wachten op een compensatie. De organisatie wacht namelijk op een reactie van de FIA, zo hebben ze laten weten tegenover GP fans. Doordat de twee ronden achter de safety car werden verreden tijdens die regenachtige Grand Prix ja, konden de aanwezige fans op het Belgische circuit wel fluiten na een uitkering van een reisverzekering of een terugbetaling van de ticketkosten. Meerdere prominente figuren, waaronder Lewis Hamilton, die sprak hier schande van. Niet lang daarna kwam de Formule 1 met een officiële statement en hierin bevestigde de Formule 1 dat het in gesprek was samen met de promotor van het event om te kijken of er toch nog iets geregeld kon worden. Ja, een aantal weken geleden ging onze redactie achter de mogelijke compensatie aan. En promotor Grand Prix liet destijds weten dat er op korte termijn een goed bericht voor de fans verwacht kon worden. Destijds spraken ze over ongeveer één tot drie weken. Maar ja, die drie weken zijn inmiddels al een tijdje geleden. En is er nog geen bericht gekomen over een mogelijke compensatie. Daarom hadden wij opnieuw contact opgenomen en lieten ze weten dat we ongeveer over twee weken iets kunnen weten omtrent een eventuele compensatie. Het is nog even afwachten, dus. Was hem dan het nieuws van de donderdag. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!